Ja, natuurlijk Vissie hier weer. En vandaag natuurlijk weer een nieuwe commentary hier natuurlijk op mijn kanaal. En vandaag een keertje weer eens een Moab. Want ja, ik maak gewoon afgelopen tijd natuurlijk veel commentaries met Moabs. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk natuurlijk. Ja, ook natuurlijk omdat ik het niet live ophaal. Dan moet ik het nog eventjes in gaan spreken. Hè? Of ik doe een muziekje eronder. Kan ook leuk zijn. Trouwens, als jullie het leuk vinden om weer wat muziekvideo's te zien, moet je dit ook zeker even achterlaten, want ik doe het echt met plezier. Ik vind het ook leuk om te doen, weet je, of een timertje erbij, of een, 1, 2, 3, ja, Moab, ja of nee, je weet maar nooit, hè, of ik het al ga halen. Want ik heb ook een paar fails nog staan op mijn computer, en ik heb ook nog een paar Moab staan, dus het is altijd leuk om daar, ja, dan echt inderdaad gewoon ja of nee, de vraag eraan te hangen. De CM901, ja! Die heb ik nog nooit gehaald. En nu dus wel. Want ja, dit is mijn allereerste. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want het is altijd leuk als je weer met een nieuw wapen een Moab haalt natuurlijk. C901. Een wapen met veel recoil. Zeg ik dat goed, ja? Oftewel verticale. Die kopstuk zeg maar beweegt. Zal ik het zo noemen. Eigenlijk vind ik een CM901 alleen lekker als je echt al specialist hebt. En natuurlijk komt dat ook onder andere doordat je kick natuurlijk hebt. En focus bij specialist. Want ik begin eigenlijk met elk wapen altijd met 2 attachments. En dat vind ik gewoon persoonlijk altijd makkelijker. Omdat je namelijk natuurlijk extended mags kan gebruiken. En ik gebruik eigenlijk bijna altijd een silencer. Als ik een red dot gebruik, dan gebruik ik ook een silencer. En dan gebruik ik dan geen extended mags. Voorbeeld zijn natuurlijk de G36C en de M4. Daarmee speel ik dan wel met een red dotje. Maar ik speel eigenlijk altijd silenced. Misschien dat het ook wel leuk is een keertje om een unsilenced Moab te gaan halen. En dan gaan we wel een keertje proberen. Kijken of ik dat kan gaan uploaden dan een deze dagen, weken. Hè? Daarnaast probeer ik ook nog een fat Moab te halen. Want een fat Moab heb ik ook nog niet gehaald. Verder speel ik hier natuurlijk met specialist. Lijkt me logisch natuurlijk. En de Moab haal ik in een minuutje of 5,5. Is niet echt heel erg snel. Natuurlijk speel ik wel regular domination. En dat is ook het enige excuus wat ik wil gebruiken ervoor. Voor de traagheid van mijn Moab. Waar ik vandaag eventjes kort over ga hebben, zijn de 3 speelstijlen van Call of Duty. Want je hebt eigenlijk 3 speelstijlen. En ik zal vertellen waarin ik mijzelf vind zitten, in welke speelstijl, in welke groep eigenlijk, zeg maar. En ik zou het leuk vinden om van jullie te horen in ieder geval waar jullie zelf in zouden willen plaatsen, in welke groep. En wees gewoon eerlijk daarbij, schaam je eigen daar niet ervoor, want... er zijn altijd mensen die zijn beter dan jou en er zijn altijd mensen die zijn slechter dan jou. Ja toch? Minder goed, zo netjes zeggen. Speelstijl nummer 1, dat zijn natuurlijk zijn de campers. Campers. Nou, wat zijn campers eigenlijk? Nou ja, wat is campen eigenlijk? Campen, als ik campen omschrijf, ik vind campers mensen die gewoon letterlijk in een hoekje zitten, killen iemand en die camper gaat volgens in diezelfde kamer naar het andere hoekje. En wacht even op dat die gast terugkomt. Want die wil natuurlijk payback halen. En die killt jou weer. Dat zijn eigenlijk campers. Waar je ook onder campers kan zetten zijn headglitzers. Mensen die continu tonnetjes gebruiken. Hè? En dan blijven staan op één positie. En ja, wachten tot mensen bijvoorbeeld een gang inkomen. En jij staat achter een tonnetje. En jij killt ze. Kan je ook zien als campen. Speelstijl nummer 2. Daar vind ik mijzelf 80% in zitten. Ik vind mijzelf namelijk 20% namelijk in speelstijl 3 zitten. 80% in speelstijl 2. Speelstijl 2 is gebied afbakenen. Mensen die blijven bijvoorbeeld aan één kant van de map. Hey, spawn daar. Blijft aan één kant van de map. Blijft ongeveer op een kwart van het gedeelte van de map. En gaat daar continu rondjes in draaien. Blijft er lopen. Of gaat heen en weer. Je kan het niet zien, maar ik zat even, je gaat rondjes draaien lopen. En of je gaat heen en weer in een map. Ik vind mijzelf daarin zitten. Redelijk goede speelstijl. Slimme speelstijl, vind ik het zelf. Want je weet waar je mee bezig bent. Je weet precies wat je wilt. Bijvoorbeeld, je hebt overzicht bijvoorbeeld op cap A en cap B. En daar zit je tussen. Je houdt overzicht. Je zorgt ervoor dat die 2 caps niet weggaan. Je houdt controle over de spawns. Je killt een paar mensen. En zorgen dat je de wedstrijd wint. Daar vind ik me in zitten.
En dan heb je speelstijl nummer 3. Speelstijl nummer 3 is, je rust erop los. En soms gaat het demo en als je echt goed gaat, dan heb je het meest leuke gameplay natuurlijk om naar te kijken. Je kan ook heel hartstikke verkeerd gaan en deads oppakken bij het leven. En irriteren aan speelstijl nummer 1. Want meestal kom je dan speelstijl nummer 1 tegen als je speelstijl 3 bent en andersom. Op zich, speelstijl 3 is natuurlijk hartstikke leuk. Doe ik ook wel eens. En dan kan je ook leuke gameplay halen. Snelle mobs, 2-3 minuten mobs. Of het altijd slim is. Dat is dan wel de vraag natuurlijk. Want tegen sommige tegenstanders kan je dat gewoon niet doen. Zo simpel is het. Maar op zich het beste en het leukste om naar te kijken. Ik probeer langzaam steeds meer naar 3 te gaan, zeg maar. Maar ik vind mezelf dus nog een speelstijl 2 speler. Mijn vraag aan jullie is natuurlijk, wat vind jij, waar vind jij je eigen thuis horen? En wat probeer je te doen? Dankjewel voor het kijken naar deze commentary. Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden. Tot de volgende keer en bye bye.